Een cordon politieagenten waakt dag en nacht over de rijkdommen die hier te pronk liggen. Ja, Amsterdam is in deze dagen meer dan ooit diamantstad. Het gebouw is oorspronkelijk uit 1911 van Van Arkel. Het was een gebouw waarin de diamanthandel samenkwam in Amsterdam. We hadden gelijk al het idee om hier een hele mooie, vrije, organische vorm op te zetten. Dat wordt een mooie glazen, hele transparante opbouw. Dus van de buitenkant schittert die als een soort van diamant, waardoor die wel weer die ruimtelijke kwaliteit heeft die het vroeger ook beneden in dit gebouw had. Dit gebouw heeft een heel lang een gesloten eigenschap gehad. Het was niet echt toegankelijk vanuit de openbare ruimte. Dus eigenlijk wordt het gebouw ook weer teruggegeven aan de stad. En Amsterdam is gewoon de creatieve hoofdstad van Nederland. En daarmee maakt dit gebouw daar ook weer onderdeel van uit en versterkt het eigenlijk ook weer.